Yes. What? You. Dirty dance. We're hooking up. Okay, okay. It's cold. Zijn terug in Chauxfontaine. Samen met Siebe. Maar nu op de e-bike. En het begint op nu alweer te regenen. Dus het zal gelijk gisteren zijn qua condities. Al was het gisteren veel makkelijker hier als in. Ja? Ja, hier echt. Ik weet niet of het aan mijn vering lag of aan mij. Maar echt alles voelde zo makkelijk. Zelfs die off-cam. Oh wacht, ja? Ik weet al over welke trail jij bedoelde. Van of die off-camber trail. Oh. Die waar je over de bocht heen moet. Ja. Off-camber, kombachtje. Dan loopt hij links lang naar beneden af en dan heb je dat lange. Ja, dat is het. Ja, die kwam ik dus gisteren wide open in, want ik voelde me zo goed. Eigenlijk ging alles goed, maar ik dacht van, ik was echt aan het wachten van, oké, wanneer gaat mijn voorwiel gewoon gesniped worden, maar gebeurde niks. Spijtig dat deze trail niet meer open is. Ik heb deze nooit gereden. Nee? Oh, auto. Probeer wel gewoon alles in één keer te springen. Ja. Zou al goed gaan normaal. Oh, dat zal wel lukken. Ik heb het al echt in de gietende regen ook al gedaan. Dus. Ja? Ja. Lijp. Het gaat over. Je moet gewoon alles goed clearen. Ja, voilà. Niet dat je iets cased of zo op een wortel. Sick. Deed jij een tobo? Hè? Deed jij een tobo? Ja, die. Ik ook. Tafel. Echt? Maar nee. Ik pakte en toen drukte ik af mijn shifter. Oh. Yes! Oh. Jezus! Echt wel een leuke lijn met die jumps en zo erin. Ja. Ik voel me ook echt wel heel comfortabel vandaag. Dus dat is zo. En gisteren ook al. Burp. Wow. Jezus. Yeah, boy. Oh! Sick! Oh, die bochten zijn echt. Gewoon nul grip, hè? Niks, hè?
Oké, okay, ik zal proberen om nu wel goed te rijden. Ja, oké. Okay. Let's go. Meow. Hierheen. Wat? Komt op die steile, dat steile stuk aan het eind. Ah, het hele steile stuk aan het eind. Ja, yeah. Dus hier recht door en dan naar links en dan naar rechts. Ja, 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 ja. Dus dan hierin volgens mij. Op zich is het wel goed te doen. Yeah boy. Hij is echt heel easy. Ik kan alleen maar met, op het eind kan met mijn voet vol tegen die wortel aan hier. Het deed een beetje zeer, maar hij is echt kei easy, echt. Kom op, ik kom niet eens vooruit. Wacht. Deze techniek. 1, 2. Oh, dit gaat wel goed. Ja, normaal moest je dus wel via daar komen. Wow. Wow. Oké. Zeg maar, je hebt geen grip. Opstarten is zo moeilijker als met een normale fiets. Maar ik zal hem wel gewoon uitzetten. Je gaat echt moeten rollen, inklikken en dan wegrijden. Ja. Eeuw. Ja, easy. Kom aan, maat.
Let's go! Yeah, man! So, that was it for the week over in Belgium. Finished off the day with riding a little bit on the e-bike. Dirty Dance were hooking up very good. And tried different handlebar, different stem as well. Really, really enjoyed riding actually. I don't know if it's the handlebar or the stem which made such a big difference, but the bike felt so much better. It's insane. So I'm very stoked on that. Still need to do a bit of adjustment on the suspension, but that will just come with the time, I reckon. So all in all, super cool weekend. I'm gonna head back to Juliana Plus Rides in a bit to pick up my suspension, and then we're off to home. So hope you guys enjoyed watching, hope you guys enjoyed all of the content we got to make this weekend. And yeah, hope you guys enjoyed, and yeah, we'll see what happens in the future, and we'll see you by that time. So thanks for watching, and see you in the next video. Ciao, ciao.